kijken wat hij te zeggen heeft. Dit hele bos zit onder met Karens, jongen. Hoe die doen? FBI-post. Hoor. Heel klein. Oh, politie daar, politie. Ik ga mezelf ingrazen, hier. Ik ga mezelf in. Super en awesome dat je alweer kijkt naar een gloednieuwe video vandaag. Zoals jullie kunnen zien zijn we gewoon met 2 beta motoren. Brommers, holy shit. Ik ben hier samen met Koef, hoi. En dit is zijn beta enduro, fucking ziek. En dit is mijn beta R50 track en daarmee gaan we vandaag crossen. Zoals jullie goed horen, wij gaan in het bos crossen en daar kunnen we boze Karens of weet ik veel wat allemaal verwachten. Maar ja, zoals je ziet, hij heeft al wel noppenbanden. Ik heb dan niet echt heel lijp uit. Vertel wat over de enduro. Zelf een beetje als de track, alleen deze heeft dan de racing editie van enduro. Dus kan ermee goed in de bossen en over de weg. Echt, dit is de reden waarom ik crossmotor al aan alles zo vet vind. Dat voorspatbord heeft zo'n halve maan voor. Ja. Maar ja, jij kan op de weg en in het bos. Waarschijnlijk ga ik vol op mijn muil, maar ik ga proberen echt hard te gaan. Nog één ding voordat ik het vergeet. Kentekenstickers. Daar mag jij er eentje van op de brommer. Zomaar goed. Als je dat wil. Ja, Team Rollerbank. Oh ja, dat was... Oh, checken. Monster Tube. Monster Tube. Dit wordt hard. Wij gaan nu crossen, Monster Gang. Like even zeker deze video als jullie meer crossvideo's in het bos willen hebben. En we horen nog niet tot de Monster Gang. Abonneer dan zeker om bij de Monster Gang te horen. En dan gaan wij crossen. Dus ik zeg één ding. Dat is let's go. Zo, Monster Gang. Zoals jullie zien rijden wij nu samen op de weg. En holy shit, wat ziet dit er ziek uit. Echt een clean bike, jongen. Tering. Maar, wacht. Ho, ho. Wij rijden op de weg, maar wij horen in het bos. Dus, Oké, Monster Gang. Voordat ik iets ga zeggen, het is best een historisch moment nu. Dit is de eerste keer dat ik met dit ding niet het bos in ga. Maar de eerste keer dat ik mijn oude bos in ga. En dit noem ik ook wel a.k.a. het contentbos. Ja. Hier heb ik mijn allereerste bosvideo's gemaakt met de 250cc crossmotor. En hier begonnen echt de boze Karens te komen. In dit hele bos hier. En hier is dat zweefvliegveld. Meestal van jullie kennen die video's nog wel. Hier is dat zweefvliegveld, zoals jullie kunnen zien. En dit hele bos zit onder met Karens, jongen. Niet normaal. En wij gaan daar lekker in crossen. We hebben een soort van crossbrommers. Hij vooral, hij heeft noppenbanden. Daar gaan wij nu in crossen. Dus like even zeker deze video als jullie meer van deze bosvideo's willen hebben. En dan gaan wij nu het bos in. We zijn nu gewoon officieel op. We zijn er officieel op. Holy shit. Woehoe. Jee. Hij heeft lekkere crossbanden, jongen. Dat moet ik ook hebben. Kijk, ik heb echt een langere remweg nodig, jongens. Dat is niet normaal. Als ik moet remmen, dan moet ik minstens 10 meter voor me uit remmen. Ik glij zo hard uit hier, jongen. Iedereen is wel eens jong geweest en het is niet dat we een misdaad plegen. Het is niet dat we iemand vermoorden of zo. Maar ja, wij vinden het gewoon even leuk om gewoon soms in het bos te gaan. En dat soort plezier gunnen wij jullie natuurlijk ook. Ik zit vol in die stofwolk, jongen. Mijn mooie bandjes gaan wel helemaal naar de kloot, jongen. Maar maakt niet uit. Het is het waard om in het bos te crossen. Dit kan ik me niet herinneren, hè. Wat wordt hier allemaal gemaakt dan? Vroeger was dit één groot crossgebied hier. Dit is echt groot hier. Ik heb geen idee wat hier wordt gedaan, jongens. Ik snap er helemaal geen ene toeter van. Oh shit! Oh, deze routes. Oh, deze routes zijn tandoeziek. Dit is zo niet bestemd voor mij, brommen. Hopsa! Hier ben ik echt master in, boys. Wow, ik glijd helemaal uit, jongen. We zien wel waar we terecht. Wow! Niet zo handig, een random pad nemen. 2-takt is echt best om mee te crossen gewoon. Gas, wat is hier nou weer allemaal aan de hand? FBI post. Kijk hoe goed hebben ze beschermd. Vind ik, oh shit, hier komt een hoofd weg. Oh, als daar iemand tegemoet kwam, dan was ik zo fout, hè. Want ik kom veel te hard, maar ik wist niet dat daar een weg was. Het is zo eng met wegbanden te crossen. Ik glij echt elke meter uit gewoon. Sorry. Dit zijn echt leuke paadjes, deze smalle paadjes op de cross. Oh jee. Je moet maar boven komen. Oh, oh. Schakelen is hier het spelletje, jongens. Goed schakelen en dat is... Wow. Oh. Oei. Oh. Ja, ik kwam met mijn been er tegen, jongen. Nou, boys, flinke botsing. Echt, we zijn er vol tegen elkaar ingeknald, maar gelukkig niks aan de hand. Hopen dat de brommers nu wel start. Mijne zat op de kant, dus hopelijk is hij niet bezopen. Midden in het bos, in the middle of nowhere. Oeh.
Oké, boys, we gaan een switch maken. Hij gaat op mijn beta, ik ga op zijn enduro. Dat zit op crossbanden, dus dat is best wel hard. Hey, het is de eerste keer dat er iemand op mijn beta gaat. Ik heb echt veel meer grip, jongen. Dit zit veel hoger ook, joh. Hier moet ik nou echt een wheelie mee doen, want als je hier een wheelie mee doet en dat spatbord gaat zo de lucht in, dat is echt hard, jongen. Heel veel zeiden ook bij mij van doe even crossbanden eronder. Maar boys, weet je hoeveel werk dat is? Steeds verwisselen. Ik rijd toch met dat ding elke dag naar school, dus wat vinden jullie nou lijper? Een beta track of een enduro? Ik zou het wel durven met dit ding. Hij heeft wel het vermogen ervoor, maar toch, ik ga het niet proberen, want het is toch iemand anders een ding, dus And we are back again in the forest. Ik vind het best knap. Het lijkt wel alsof vroeger veel meer boze mensen naar mij toe kwamen. Maar toen zat ik met een 205cc crossmotor te crossen. Misschien is dat ook wel anders. Oké, Willy dan. Willy. Woep. Nu zie ik eigenlijk hoe het is als iemand op mij brommert gaat crossen. Ik zie dat nooit van zo'n afstand. Maar ja, dat is best grappig. Grap, dit zijn zieke crossbanen. Check dit dan lekker. Wow, wow, wow. Holy shit. Gast, dit is een crossparadijs hier. Ik ga hier vol op mijn mel. Maar het boeit ook niks als ik vol op mijn mel hier ga. Oh, ik ga mezelf ingraven hier. Ik voel het. Ik ga mezelf ingraven. Ik ga mezelf ingraven hier. Ik ga mezelf ingraven hier. Ik glijd zo hard uit, joh. Oh, de contentbos is echt het beste bos ooit om te crossen. Hier heb je wel heel veel kans op boze kern. Tot nu toe zijn we nog geen eentje tegengekomen, maar Scooby-Doo. Dit is echt een lopend pad met kermis, joh, hier. Zonnebril op alles. Oh mijn god, hoe kan hier nou weer iemand zijn? Jeetje, kijk nog boze. Ik heb nog nooit iemand zien lachen. Op het begin eentje, maar... Nou, we gaan er gewoon voor, hoor. Checken of we hier doorheen komen. Wow, ik heb bijna een Billy. We are on track. Kijk, hier dan. We zijn echt in de middle of the forest. Maar dat is nou echt een Slenderman bos, jongen. Nou, weet je wat ik al een nare gedachte vind? En dan moeten jullie opletten of jullie daar het mee eens zijn of niet. Je hebt boswachters. En heb ik één keer... Ja, ik heb dat niet meegemaakt. Maar ik heb dat wel eens gehoord van mensen. Dat er zijn boswachters die zo naaiend zijn. Die letterlijk van die kleine spanningnaaltjes van boom tot boom. Als ze last hebben van zoveel crossers. En ze krijgen maar niet te pakken. Dan heb ik wel eens gehoord dat die boswachters gewoon een draadje vanaf die boom tot die boom zetten. En als je daar als crosser doorheen gaat, ja, dan krijg je gewoon letterlijk een onthoofding. Oké, waar we nu zijn, dit is echt de Karenbos. Waarom in het bos op zo'n ding? Het hele crossmotor. Ja, oké, we willen nu... We zijn nu niet... Het zweefvliegveld is het andere bos ernaast. En dit is het bos waar ik mijn Karens heb ontmoet. Waar ze zijn geboren. Dit is het bos waar ik mijn video's op begin had gemaakt met de crossmotor. Ik vind dat ook hard, jongen. Als je met één been zo op je zadel gaat en je gaat zo wop een wheelie doen. Of als ik een KTM bijvoorbeeld ooit zou hebben, een supermoto, KTM EXC. Dan ga ik dat zo hard tryharden. Ja, ik ga mijn hand ervoor doen, hoor. Gast, wat probeert hij eigenlijk? Eens kijken wat hij te zeggen heeft. Jeetje, wat doet hij boos, jongen. Kijk, je weet maar nooit bij zulke mensen, weet je. Dadelijk dan slaat hij helemaal de... En ik weet niet, ligt er echt aan per type. Dan zou ik het wel durven, maar het zag er een beetje eng uit. Ik denk wel dat jullie snappen wat ik bedoel, Monster Gang. Ik bedoel, hoezo zo boos? Waarom zou je helemaal omdraaien en alles? We komen er nu langs en we gaan nu het fietspad richting huis op. Dus het is niet zo dat wij nu daar nu blijven of zo. Kijk wat een beautiful uitzicht hier, hè. Niet normaal. Oh, dit is best, dit ziet er niet stijl uit, maar dit is echt wel stijl, hoor. Hill climbing heet dit. Oh, nu ben ik aan de beurt. Fuck, 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 fuck. Like hem zeker deze video als jullie meer bosvideo's willen hebben. En wens mij alsjeblieft geluk door even op die abonneeknop te drukken. Gas, 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 gas. Gas, gas. Woe! Oké, jongen. Kom op. Dit kun jij. Gewoon concentreren. Oh, de stijl. Gewoon concentreren. Oké, let's go. Oh, dat ging wel goed. Oh, politie daar, politie. Hola, hou het niet in de mouw. Jee, bro, ik zou er niet heen gaan. Allemaal Wouter. Jij staat hier rustig. Bossetje op top. Hè? Bossetje op top. Ja, ja. Lekker, man. Ben je geabonneerd? Ja, lekker. Nou, Monster Gang, deels dan weer het einde van deze video. Hebben jullie nou genoten en willen jullie meer bosvideo's hebben? Abonneer dan zeker om bij de Monster Gang te horen en like zeker deze video. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Bye bye. Ja joh, boomstronk. Ga midden op de weg staan, why not?